Mijn misser, dat is eigenlijk van 1998 tot 2006. Dat was allemaal missers, want ik was echt hysterisch. Ik was een soort Gerard en Roy Donders met pailletten, strass, veren, gekkigheid. En eigenlijk koop ik nu alleen maar stuks. Bijvoorbeeld, ik ben altijd een overhemd en een mooi jasje die je over 5 jaar nog aan kan. Weet je, dus ik koop niet meer zo echt miskoop, omdat ik gewoon weet, oké, wat staat me, dat koop ik. Soms zie ik wel eens in de winkel hele hippe dingen hangen en dan vind ik het superleuk, maar denk ik, jongens, het staat me niet. Daar ben ik te oud voor. Stel dat ik ook 400 euro krijg in 3 uur de tijd, dan ga ik denk ik gewoon naar de schoenenwinkel en dan koop ik een paar schoenen. Gewoon instappers, tessels met kwastjes, want die houden daar ook van.